Bondel. Oude Romeinse brug. Dag vlindertjes. Weet ik wel wat dit is. Maakt niet uit. Kijk hier, tolkende massa. Mag ik even een duikje in elkaar? Zo, ik sta nu dus op Pondel. Een oude Romeinse brug. Die de tand des tijds heeft doorstaan. Hieronder stort het water zich met donderend geraas het dal in. Prachtig riviertje. Maar wat nog mooier is, hierachter liggen kleine weilandjes, kleine bloemweiden, waar het miegelt van de bijzondere vlinders. Op 1 vierkante kilometer leven wel 96 soorten. En dat is ongekend veel. In heel Nederland komen maar 75 soorten voor. En hier, op dit kleine gebiedje, maar liefst 96. In de vakantie slaap je normaal gesproken uit. Maar hier kijk je vlinders 's ochtends vroeg. En waarom? Die beesten die zoeken 's avonds een slaapplek op een grasstengel of in een bloem. Blijven daar de hele nacht in zitten, verstijven, want het wordt koud. En 's ochtends vroeg dan warmen ze zich eerst op in de ochtendzon. Nou, vraag je jezelf af waar je die vlinders kunt zoeken of waar je ze het beste moet zoeken. Daar heb ik een paar tips voor je. Als eerste, zo'n muurtje zoals hier met daaronder wat bloemen, dat is een ideaal muurtje om op te warmen voor die vlinders. Dus ze zullen hier ook al heel snel een slaapplekje zoeken. Dus zoek in van die bloembedden tegen dit soort muurtjes aan. Die warmen lekker snel op en dan daar houden die vlinders van. Nou, een andere plek waar je natuurlijk goed kunt zoeken, dat is in de weilanden. Daar warmt het ook lekker op, staat het vol met bloemen. Dus daar vliegen die vlinders rond, tafeltje, dekje. Het probleem alleen hier bij Pondel is dat het kleine weilandjes zijn die bovendien beschermd zijn. Dit is Natura 2000 gebied, dus het beste kun je maar niet door die weilandjes gaan sjokken. Je stampt alles plat, inclusief de vlinders. Daar hebben we helemaal niks aan. En hier langs die paden vind je vlinders genoeg en vind je ook alle soorten. Want ik heb hier echt werkelijk waar alles al gefilmd wat je op die weilandjes ook kunt vinden. Spaanse vlag. Echt een fantastische nachtvlinder. Nou, ik film geen nachtvlinders, maar voor de Spaanse vlag maak ik echt een uitzondering. Prachtige rotswanden. Hier warmt het natuurlijk ook pijlsnel op, zoals vroeg. Ideaal gebied voor de vlinders. Geen wonder dat hier 96 soorten rondvliegen. En dat komt doordat de wijngaarden hier verlaten zijn. Dus hier zijn allemaal kleinschalige weilandjes ontstaan, bloemrijk. Er staan allerlei bergbloemen. En die trekken op hun beurt bijzondere dagvlinders aan. Pondel! Een aanrader om even te bezoeken, ook al ben je geen vlinderliefhebber. Prachtige brug, leuk dorpje om even doorheen te slenteren. En je kunt hier ook prachtige wandelingen maken door de bergen. Het is gewoon een fantastisch gebied. Een aanrader. Ja, wat dit dan weer is? Ja jongens, ik kan hier wel een half jaar gaan puzzelen. Want ik weet echt niet wat er voor bezig zijn hoor.